Weliswaar denken sommigen dat het gevaar van onze rechtsstaat eruit ziet, prettig herkenbaar, als een terrorist die met een bomvest het Binnenhof opstormt. Of als de definitieve invoering van de sharia in onze volkswijken. Anderen denken aan politici die al te licht roepen dat rechters ontslagen moeten worden als ze voor hen onwelgevallige beslissingen nemen. Die morrelen aan fundamentele zaken als scheiding der machten, omdat dat op dat moment opportun is. Maar hoewel dat begrijpelijke en zelfs reële zorgen kunnen zijn, is in mijn ogen de grootste bedreiging het wegkijken. De houding van, wat een ongemakkelijke discussie, kunnen we daar nu niet over ophouden? Denk aan Zwarte Piet. Ervan uitgaande dat iedereen het wel weet en de spelregels kent, we hebben immers een grondwet en rechters, dat hebben we hier toch wel uitgesorteerd in Nederland, wat willen we nou nog meer? Wel nu, ik wil meer. Neem bijvoorbeeld het op straat zetten van kinderen. Dat hoort niet. Kinderen kunnen sowieso niets doen aan de keuzes die hun ouders of die de staat maken. Dat lijkt vrij evident. Maar toch moesten wij als kantoor samen met de organisatie Defence for Children ruim 3 jaar procederen. En hadden we een Europees comité en de Hoge Raad nodig om tegen de staat te zeggen, kindjes mag je niet op straat zetten. Ik denk dat het belangrijk is dat politici zich bewust worden van het belang van die meer rechtsstatelijke context. En dat begint al met het beseffen dat er meer is dan alleen die grondwet en de keuze die onze wetgever toevallig maakt op een bepaald moment. Ik denk dat we een omslag in het denken over dit onderwerp nodig hebben. Denken in termen van rechtsstaat en constitutie, in plaats van alleen maar een denken in termen van de wil van de meerderheid en de grondwet die telt. I've always been hostile in my life to a certain kind of moral perfectionism. That is, if politicians can't be saints, then they're all sinners. If we start thinking like that, nobody's ever going to go into politics.